met hem, onze lieve Mart. Met onze Bicari Lemon. Oh, wat afschuwelijk. Op jouw leeftijd vloggen? Je moet het op jouw leven doen. Dat is een dat trek je volle zalen. Nou, je moet kijken, want het wordt enig. Dat wou ik even melden. Ja. Wij zitten allemaal in een heel klein krap kutkamertje. En mevrouw Schrijver heeft een garderobe van Little Tokyo. Ach, Gerard, wat zie je er prachtig uit. Ik ben ineens verliefd op jou geworden. Daarom wil ik jou vragen, zou je met me willen trouwen? Mijn moeder wil heel graag dat haar vloerbedekking gechamporeld wordt. Dat kan natuurlijk de hele wereld doen. Je vergeet een stukje. Hij moet even lekker niet erbij de hand doen, jij. Nou, dat hebben we toch maar weer mooi even met z'n allen gedaan. Je hebt helemaal niks gedaan. Wat zeg je? Je hebt helemaal niks. Nou, ik heb het toch ook geholpen, of niet dan bij de hand? Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe filmpje, oftewel mijn video. Nou, deze week gevlogd. We hebben gezellig met moeder Jannie gegeten. Er is lekker gechamporeld door Mary Borsato en haar kleindochter de Jackie. Het was erg gezellig. Nou, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben opnames gehad voor de Maassinger de afgelopen week. Ja, je ziet het wel, je bent afgevallen, hè? Ja, daar in. Heb je tandsteen weggehaald? In mijn expeditie. Hé, hey, maar ik vind het wel knap dat je dat gedaan hebt. Expeditie, dan maar zo. Kijk, daar hebben we onze lieve Mart. Met onze Bicari Lemon. Wat een knaller is dat. Eetje, hè? Nou, een eetje. Kleintje. Oh, ik wou bij me de Dajak zei dat het liedje gehoord bij twee keer in zich. Nu mee. Gelijk. Giller, hè? Dik verdiend. En hoe kom je, moest je werken hier of zo? Nee. Gewoon even lekker eten. Even een beetje. Ik wist dat jij kwam, dus ik denk, ik ga ook maar langs of niet betalen. Niet voor je succes, hè? Zou niet zeggen. Dat is toch. Dat is toch je vriendinnetje, hè? Leuk voor je. Nee. We gaan even wat eten, lieve vrienden, of niet? Hallo, waar zitten we? Waar is de rest? Weet ik niet. Nou jongens, ik kom zo nog wel even wat bij jullie drinken. Ja, ja. Leuk. Nou, we zijn weer bij de Maassinger. Gaat zo gebeuren. Kleedkamer Loretta. Kijken of Loretta klaar is. She's not there. Wat ben je aan het doen, Geertje? Ik ben even aan het vloggen. Oh, wat afschuwelijk. Op jouw leeftijd vloggen? Je moet het op jouw leven doen. Dat is een. Dat trek je volle zalen. Wat vreselijk voor je. Peter van Laurens. Hallo. Dat is, die organiseert het hele programma met elkaar. Vreselijk, al die artiesten. Leuk als je aan het zijn. Nou jongens, ik zit hier bij de make-up samen met Barbara. Kijk eens hoe fantastisch Barbara eruit ziet met een prachtig oranje vest. En dat is natuurlijk enig. Ja, we gaan zo weer verder met een nieuwe uitzending van de Maassinger. Ik kan er, weinig over vertellen en laten zien. Het is voor ons ook allemaal geheim. Het wordt ontzettend spannend, ontzettend leuk. En ook heel verrassend, want het doen mensen aan mij, dat je echt denkt, nee, dit geloof ik niet. Nou, je moet kijken, want het wordt enig. Dat wou ik even melden. Ja. Bloedvervelend, sorry. Ja hoor, we zijn weer bezig met de voorbereiding van de Maassinger. Geen toegang, moet je lekker tegen mij zeggen. Het zijn de dansers, danseressen. Hallo. Hij is nog geen woordje. En deze zit andersom. Kijk, daar heb je de enige echte Loretta Schrijver. Ze heeft weer een prachtig, wat een prachtig televisie. Is it me you're looking for? Prachtig. And I wonder where you go. Nou, zie je dat het zingen ook steeds beter gaat. Kijk, als je armen wijd gaan krijgen, de longen ruimte. Ja. En dan zing je vanuit je borstkas. Ja. En dan komt in één keer komt dat volume langzaam omhoog. En dat en is ik mooi. Ik heb veel borstkas. Nou ja, dat is dan toch in dit geval heel fijn. Het is niet te geloven, dames en heren. Wij zitten allemaal in een heel klein krap kutkamertje. En mevrouw Schrijver heeft een garderobe. Ja. Little Tokyo. Mag ik je even nog wat laten zien? Ja. Dit is dus al die tijd al mijn leukste. Dit wil ik zo, maar het is toch niet aan te kiezen meer wat je nou aan moet doen? Dit heb ik gisteravond. Ja, dat vond ik zo prachtig. Mooi, hè? Oh. Ja, daar was je best een beetje jaloers op. Als ik in mijn nopjes ben, dan doe ik deze. Nou, en voor de rest. Komt allemaal goed, tot zo. Dag. Joehoe! Moet er wel, ik ga nog een kopje koffie nemen. Nou, dit is onze leading lady, dat is natuurlijk Helene.
Ja, je bent in beeld hoor, alleen. En hier hebben we Laurens en Carlo. Is allemaal even te kijken wat ze kunnen doen om de show nog een beetje op te vrolijken. Als ik Gerard, wat zie je er prachtig uit. Ik ben ineens verliefd op jou geworden. Daarom wil ik jou vragen, zou je met me willen trouwen? Wat heb je een vrolijk gezicht? Ik vind het ontzettend lief aanbod, maar ik sla even over. Je hoort toch een maar op een of andere manier? Ja. Hou je niet van... Nee, want je hebt een figuur om op te schieten. Sorry, schat. Vreselijk. Slechte televisie is dit, hoor. Ja, wel leuk. Ja, ik zit het vol te maken voor je. Ja, heel goed, schat. Nou, we zijn even bij moeder Jannie. Jackie is mee en Mary is mee. En Mark. Wacht even, je sluit me op. Mijn moeder wil heel graag dat haar vloerbedekking gechamporeld wordt. Dat kan natuurlijk de hele wereld doen. Maar ja, Mary moest per se mee met Jackie. Want die heeft zo'n apparaat. Nou, dat is toch enig. Wil jij even dat apparaat pakken alsjeblieft, Mark? Kom maar aan. Nee, Mark. Ze hebben hier wat nodig. Inderdaad, nee. Ik kan het niet tillen, hoor. Kom even, Mark. Even kijken of Jannie er is. Niet tillen, niet tillen. Het is veel te zwaar. Waar is Meertje? Hier, zit in de auto. Nou, zo zwaar is dat ding ook weer niet, hoor. Pak ik even de bloemen. Heel goed, Mark. Ja, dat is zwaar, hè? Neem ik even een bosje rozen mee voor Jannie. Zo, zijn we Skagen. Ik hoop het wel dat ze thuis is. Jongens, als ik wat moet tillen, dan hoor ik het wel, hè? Ja. Nee, maar ik dacht, we gaan eerst de stofzuiger. Mark? Heb je de stofzuiger, Jannie? Mark, ja. Even helpen. Ja. Moet je echt eerst de stofzuiger? Waar is de stofzuiger? Moet ik die pakken? In de kelderkast. In de kelderkast. Nou, het hele huis overhoop. Nou, dat geeft niet. Oh. Godzie, Dikkie. Kom maar, ik doe het wel. Nee, ja? Daar ligt hij toch? Ja, pak hem maar. Er is al licht, hoor. Ja, Jake, dat is als je zo slank bent, schat, dan kan je overal in, liefie. Ja, ik pas er ook wel echt precies in. Ja, maar Mark hebben we meegenomen om te champorellen. Nee, maar dat doe ik. En wel. Jij doet de shampoo erin en dan ga ik wel schoonmaken. Dat is geen probleem, maar Mark. Mark, want je loopt weer de kantjes er vanaf. Ik zei 3 weken geleden al tegen mijn moeder dat je het wilde doen. We kunnen niet gemaleerde dames op leeftijd dit laten doen. Oh, maar hij doet het al. Nee, dat is de stofzuiger. Dat zeg ik, dat is de stofzuiger. Heb je weer een baby dingetje gemaakt, man? Ja, heel mooi. Hé, hey, dat is ook leuk zo, vind jij niet? Hé, hey, Jack. Je moeder. Maak mijn moeder. Ik vind het enig. En Mark staat zoals altijd weer voor spek en bonen hier. Terwijl de dames hier alles regelen. Meertje en Jackie. Is dat de goede hoeveelheid meer? Ja, het gaat er gewoon in. En dat is de shampoo? Ja, dit is de shampoo. Oh, dit is zwaar. Zet maar anders even neer, schatje. Ja. Lekker dat je nu met je handen in je zakken staat, Mark. Ja, dat is niet zo raar. Wacht even. Je ziet dat het gelijk lichter wordt, hè? Ja, het wordt meteen... Je ziet ook meteen die vlekken weggaan, Jan. Zie je? Het is echt goed, hoor. En dan straks dan ga ik even shampooen en dan zuig ik hem alleen maar droog, zeg maar. Ja. En dan de allerlaatste keer doe ik er water in, warm water. En dan doe ik er van die druppeltjes van het wasparfum. En dan ruikt de kamer zo lekker. Nou, en dan droog dan lekker op. Dat is toch helemaal fantastisch, ja. Meertje? Ja, dat is echt lekker. Is het niet een beetje te gek dit allemaal? Nee hoor, het kan altijd gek genoeg. Wel goed de hoekjes, hè? Maar je hebt er ook echt lol in, zie ik, Jake, of niet? Ja, wil je weer even vasthouden? Ja, dat doet Mark, die is er heel goed in. Is dat het enige wat je doet vandaag, Mark? Ja. Hey, en Mark vindt het hartstikke leuk om op een stoel vast te houden. Mark. Staat wel mooi met die tatoeages, moet ik ook zeggen, hoor. Wel, hè? Komt er nu goed uit. Ja, komt tot z'n recht. Houd je het een beetje goed in de gaten, mama, of het oké gaat? Ja, dat is ook wel goed. Als ik wat doen moet, dan hoor ik het wel, hè? Je
Je vergeet een stukje. Hij moet even lekker niet bij de hand doen, jij. Nou, dat hebben we toch maar weer mooi even met z'n allen gedaan. Je hebt helemaal niks gedaan. Wat zeg je? Je hebt helemaal niks gedaan. Nou, ik heb het toch ook geholpen, of niet dan bij de hand? En heb jij nou wat gedaan als een touwdrager, Mark? Mam, ja? Kijk eens even hoe het opgeknapt is. Ja, fantastisch hoor. Niet normaal, hè? Ja, gaaf, hè? Nou, dat is hartstikke goed. Het is eigenlijk weer als nieuw, hè? Ja, echt. Niet normaal. Ruikt je ook zo lekker met die wasdruppels? Ja, ruik je het nu wel? Ja, ik ruik het. Ja, je ruikt het niet. Maar dit is natuurlijk wel weer een andere vloer, denk ik, als in de kamer natuurlijk, ja, hè? Ja, ja, ja. Snap je? Nou, kun je dat maar even in de auto? Nou, dat doet Mark even, hè? Want Mark is niet alleen voor spek en bonen hier vandaag. Wat sleutel dan? En zoals jullie weten, jullie kunnen mij volgen op TikTok, Instagram, Instagram Story, Facebook en noem maar op. Nou, blijf me volgen, je kunt abonneren worden, het kost je niets. Dikke knuffel van Geer en tot de volgende keer. Groetjes, bye bye.